Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo treft voorbereidingen om dit jaar meerdere niertransplantaties uit te voeren. Dat zegt algemeen directeur Claudia Redan. Het ziekenhuis heeft vorig jaar augustus haar eerste succesvolle niertransplantatie gedaan. Het ging hierbij om een man die een nier aan zijn vrouw heeft gedoneerd. De operatie is uitgevoerd door een medisch team van het AZP en enkele Amerikaanse specialisten. Inmiddels heeft AZP een team van 20 artsen naar het buitenland gestuurd om zich verder te specialiseren, zodat zij dit jaar transplantaties kunnen uitvoeren. Dat betekent in principe dat wij dus druk bezig zijn om lokale opbouw te doen op het medisch gebied. Dat wij dus niet alleen hier werkzaam zijn en vervolgens de mensen sturen voor naar het buitenland voor laagfrequente aandoeningen, maar dat we ook in het academisch ziekenhuis toch voor een groot deel de complexe patiënten, let wel de zeer complexe patiënten, hier kunnen behandelen. En dat zegt wel veel. En dat kunnen we doen omdat wij dus verschillende subspecialisaties in huis hebben. Dus u begrijpt dat wij specialisten, het is nog steeds een opleidingsziekenhuis, het academisch ziekenhuis. Dus wij sturen geven met onze artsen die natuurlijk door een hele selectieperiode en gaan zomaar doorheen komen. Sturen we ze vervolgens om een opleiding te gaan in het buitenland, overwegend Nederland. En op dit moment hebben wij dus nog eens 20 artsen in Nederland zitten die dus binnenkort, binnen een jaar tot twee jaar, andere misschien nog drie jaren te gaan hebben, terug zullen komen naar Suriname en vervolgens hier met ook hun krachten zullen geven aan dit ziekenhuis. Redan zegt verder dat na onderzoek is gebleken dat er veel mensen in Suriname zijn die een nier nodig hebben. Er is een wachtlijst van patiënten die in aanmerking willen komen voor een niertransplantatie. Er zijn drie nefrologen werkzaam in Suriname, dus het operationeel. Die geven dus aan dat er dus in ieder geval dat er voldoende mensen zijn die getransplanteerd kunnen worden in Suriname. Het is wel van belang dat je dus voldoet aan de gestelde eisen om inderdaad in aanmerking te komen voor een transplantatie. En tegelijkertijd ook de donor is belangrijk, want u begrijpt dat u niet gewoon transplanteerd kan worden. Er moet ook een donor zijn. En wanneer dus beide, zowel de donor als de ontvanger, goed gescreend zijn, goed bevonden zijn, want u gaat geven met een aantal stappen. Het is niet gewoon makkelijk dat u komt en u wordt nee. Er zijn een aantal dingen waar u aan moet voldoen. U wordt geven met ook maatschappelijk, ook sociaal en ga zomaar, want u begrijpt dat u voor de rest van uw leven na transplantatie moet u goed omgaan met uw nier. Dus daar komt veel meer bij kijken. Dus ze zijn dus nu om te kijken hoe de selectie eruit ziet om van daaruit even verder de eerstvolgende kandidaat te transplanteren. Algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan. Het ziekenhuis maakt zich klaar voor meerdere niertransplantaties.